De ECB besliste in hoofdzaak twee dingen. Ten eerste, de eerste renteverhoging, die komt er dit jaar niet meer. Dat is heel duidelijk, die komt er maar pas ten vroegste volgend jaar. En dan nog, dat moeten we afwachten, de rente blijft voorlopig duidelijk gebetonneerd rond het nulniveau. Ten tweede, de ECB zal amper twee maanden na het stopzetten van haar QE, quantitative easing, dus het opkopen van bedrijfspapier en staatspapier, amper twee maanden nadien kondigt ze eigenlijk opnieuw een instrument aan ter financiering van de commerciële banken. Dus banken zullen zeer goedkoop en tegen redelijk lange looptijd geld kunnen blijven lenen bij die Europese Centrale Bank. En dat geld zou dan vervolgens kunnen uitgeleend worden aan de Europese consument en aan de Europese bedrijven. Dat is as such niet nieuw, want ook al in 2014 en 2016 werden dergelijke maatregelen ontrold. De ECB nam die maatregelen omdat de groei toch teleurstelt. In plaats van 2% in de vorige jaren valt die groei nu terug op 1% in het beste geval. En dat is natuurlijk ontgoochelend, zeker ook in de vooruitzichten die de ECB zelf had. En de oorzaken van die groeivertraging zijn zowel binnenlands als buitenlands. Dus we zien een duidelijke vertraging in zaken investeringen, in zaken industriële productie en ook in zaken export. En tegen die achtergrond neemt de ECB die maatregelen nu. Ook al omdat de inflatie ontgoochelt, dus die kerninflatie die zweeft al enkele jaren rond 1%. En de vooruitzichten naar een echte versnelling van die inflatie die zijn er ook niet onmiddellijk. En dus zwakke inflatie in combinatie met zwakke groei noopt de ECB nu tot meer stimulus om ten allen tijde die verstrekking van kredieten te kunnen waarborgen. De belangrijkste vraag is nu of die maatregelen ook effect zullen sorteren. Het korte antwoord is allicht niet op zichzelf, want de ECB kan wel kredieten en leningen ter beschikking stellen. Dat is natuurlijk vooral een aanbodgedreven verhaal, maar de vraag is of de vraag ook volgt, de appetijt volgt bij gezinnen en bedrijven. En daar is het antwoord eerder genuanceerd. En we zien uit de laatste bevraging van de ECB bij diezelfde gezinnen en bedrijven dat die appetijt toch eerder een beetje afkalft. En dus of die economie ook effectief zal aanzwengelen in Europa, zal vooral afhangen van het internationale plaatje. Herneemt die wereldeconomie terug met de straffere groeicijfers, dan zal ook Europa daarvan profiteren. Overheden van hun kant zouden ook nog een extra duit in het zakje kunnen doen door meer investeringen aan te kondigen en te implementeren.